Zorgtafel in Flevoland, dat klinkt een beetje raar, want dan denk je dat er ook zorgstoelen zijn. Maar de zorgtafel, dat is eigenlijk de samenwerking van de zorginstellingen in Flevoland samen met de patiëntenfederatie, de gemeente in Flevoland, de provincie en de zorgverzekeraars, die eigenlijk allemaal verantwoordelijkheid hebben voor de zorg. En die moeten ervoor zorgen dat we een veilige, een toegankelijke en een tijdige zorg hebben voor alle inwoners van Flevoland. En dat is eigenlijk de zorgtafel. In 2018, en de mensen in Lelystad en Dronten, Noordoostpolder, zullen zich dat goed herinneren. Toen hadden we opeens het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. En dan valt er een hele belangrijke bouwsteen in de zorg, die valt weg. En dat was echt een hele onaangename periode, want hoe ga je dat dan met elkaar regelen? Waar moeten die patiënten met hun spoedeisende situaties naartoe? Dat er dan echt grote krachten vrijkomen, dat er dan echt bijzondere oplossingen moeten worden bedacht om dat probleem op te lossen. Dus in die periode is eigenlijk ook de zorgtafel opgericht om met elkaar de problemen die ontstaan als zo'n ziekenhuisfaciliteit wegvalt, om dat met elkaar op te lossen. Ja, er zijn een aantal belangrijke problemen die iedereen wel kent. De personele problemen zijn niet alleen op Schiphol, die zijn ook in de zorg in grote omvang aanwezig. Er is een tekort aan verpleegkundigen. Er is een groot probleem met huisartsen, zeker in Flevoland. En als bijvoorbeeld de huisarts zou wegvallen uit het systeem, dan gaat het hele Nederlandse systeem vastlopen. Dus dat zijn problemen waar we iets mee moeten. Dat moet je echt collectief doen. Wat heel belangrijk is, is dat er is een preventieakkoord gesloten in Flevoland. Wel heet dat. En vaak wordt gedacht van, nou ja, dat preventie gaan we doen als we de problemen hebben opgelost. Maar eigenlijk doe je het dan verkeerd. We moeten een aantal onderdelen van preventie nu echt handen en voeten gaan geven. Dat is een onderwerp. Ander belangrijk onderwerp is de uitwisseling van digitale gegevens tussen zorginstellingen. En dat is in het belang van de patiënt dat de zorginstellingen van elkaar kunnen zien wat er over de patiënt bekend is. Nou, daar moeten we nog echt een slag in maken in Nederland. Ik heb lang in de zorg gewerkt. Ik werk nog in de zorg. Ik ben begonnen bij de GGD. Ik ben vrij snel in management en directiefuncties terechtgekomen. En de laatste 2 jaar met name heel veel in de coronabestrijding op de schaal van Noord-Holland en Flevoland. En in Europees verband om van elkaar te leren wat de beste voorbeelden zijn. Ik vind het een enorm voorrecht om deze rol te mogen gaan vervullen. Als inwoner van Flevoland. Ik woon 36 jaar in Almere. Mijn kinderen zijn hierop gegroeid. Ik voel me echt Flevolander. En als ik niet werk, vind ik het heerlijk om hier op de racefiets door die prachtige natuur van Flevoland te rijden. Dus ik voel me Flevolander en ik voel me Europeaan. Flevolander voor deze mooie provincie. En Europeaan omdat we, nou ja, ik ben een voorstander van de Verenigde Staten van Europa. We kunnen onze kracht ontwikkelen in de Europese samenwerking. Dus ik voel mij een oprechte Europeaan en Flevolander.